Beste leerlingen van B3, welkom bij de eerste digitale les wiskunde op afstand. Voor vandaag, 19 maart, had ik gevraagd of je bladzijde 150 goed wilde leren en bladzijde 152, de gele kaders daarvan. En twee sommen die je ook moest maken, zal ik even behandelen. Dat is ten eerste som 25, hier heb je hem. Dan wordt gevraagd naar de inhoud van de doos bij vraag A. En jullie weten, om de inhoud te berekenen moet je lengte keer breedte keer hoogte doen. Dat is dus 30 keer 20 keer 20. En dat is 12.000 kubieke centimeter. Want ook deze maten waren in centimeter. Dit gaan we omrekenen naar kubieke decimeter. Dat is 1 grote stap delen door 1000. Dus 12.000 delen door 1000 is 12 kubieke decimeter. En dat is natuurlijk hetzelfde als 12 liter. Want een liter is hetzelfde als een kubieke decimeter. Dan gaan we naar vraag B. Daar wordt gevraagd, wat gebeurt er nou met een doos als de lengte twee keer zo groot wordt, de breedte twee keer zo groot wordt en ook de hoogte twee keer zo groot wordt. Het model blijft hetzelfde, maar alle maten worden verdubbeld. Dus deze lengte wordt keer 2 gedaan, de breedte wordt keer 2 gedaan en de hoogte ook keer 2. Nou, dan neemt de inhoud met 2 keer 2 is 4, keer 2 is 8. Dan wordt de inhoud keer 8 gedaan. Dus 8 keer de inhoud die we hadden, dat was 12 liter, is 96 liter. Dat is het antwoord van vraag B. Dan laat ik je nu even zien hoe som 31 gemaakt moest worden. Het is geen huiswerk, maar ik denk wel dat je er een goed voorbeeld aan hebt. Bij vraag 31 hebben we een doosje wat rood geverfd gaat worden door Hanna. En de vraag is, wat is de totale oppervlakte van het doosje? Je weet dat het doosje heeft 6 vlakken, dus we zullen van al die vlakken de oppervlakte moeten gaan berekenen. Allereerst zet ik even de maten bij het doosje. De lengte van het doosje is 15 centimeter. De breedte van het doosje is 10,5. En de hoogte van het doosje is 5 centimeter. Laten we nou eens als eerste het onderste vlak nemen, het grondvlak. Die heeft een breedte van 10,5 en een lengte van 15. Dus de oppervlakte van het grondvlak, ik kort het even af, is 10,5 keer 15 is 157,5 vierkante centimeter. We praten over oppervlakte, dus het is vierkante centimeter. De oppervlakte van het bovenvlak is natuurlijk precies hetzelfde, want dat vlak is hetzelfde als het ondervlak. Dus de oppervlakte van het bovenvlak is ook 157,5 vierkante centimeter. Dan gaan we naar de oppervlakte kijken van het voorvlak. Het voorvlak is 15 centimeter lang en 5 centimeter hoog. 15 keer 5 is 75 vierkante centimeter. En die oppervlakte geldt natuurlijk ook voor het achtervlak. Ook die is natuurlijk 15 keer 5 is 75 vierkante centimeter. Blijven er nog twee vlakken over. Dat is het linkerzijvlak en het rechterzijvlak. Oppervlakte, zijvlak. Dat vlak aan de linkerkant is 10,5 breed. En 5 centimeter hoog. En de oppervlakte van het zijvlak is dus 52,5 vierkante centimeter. En ook natuurlijk de oppervlakte van het andere zijvlak is dan ook
52,5 vierkante centimeter. Nou, er wordt gevraagd hoeveel vierkante centimeter moest ze in totaal verven. En dan ga je natuurlijk al deze maten, die tel je bij elkaar op. En dan heb je het antwoord. Succes ermee! En mocht je nog vragen hebben over bepaalde zaken tussen 11 en 12, ben ik elke dag beschikbaar. Download even de app van Microsoft Teams op je tablet of op je computer. Log in met je gegevens van school, met je gebruikersnaam en je wachtwoord van school. En we kunnen skypen en dan kan ik je nog het een en ander uitleggen. Succes! Doei!